Het is toch een beetje een historisch momentje, want we gaan nooit met instappers op pad. En ja, nu dus wel, hè. Het is dus niet de gepeperde versie met extra pk's, maar gewoon de basisversie. Dus tada, de Boxster zonder R. Is de auto die op zich wel fantastisch stuurt en ook wel altijd lovende kritieken krijgt. Want middenmotor, dus die motor zit hier wielen en dan is die motor ertussenin. Dus voor de gewichtsverdeling echt fantastisch. Maar kan er ook echt lol mee hebben? Nou, ja en nee. Balans is echt waanzinnig, super mooi en genoeg gevoel in de besturing. En natuurlijk achterwielaandrijving en ook Porsche Vectoring System, een spare differential. Nou, alles zit erop en eraan om het een echte stuurmansauto te maken. Maar ja, het is wel de instapper. 2,7 liter grote Boxster, 265 pk. Mooi geluid erin. Misschien niet ieder smaak, want het is wat meer een huil dan een echte stevige roffel. Krijg je ook wel een beetje van Porsche mee van joh, hè? Er zijn nog heftige versies bij ons te koop. Dat is voldoende en op papier is die ook wel snel. 5,7 seconden naar de 100. Topsnelheid van 2,62. Nou, dan kan je toch wat begrensde cameraatjes mee aftroeven. Maar het voelt wat minder potent aan. Je krijgt eigenlijk nooit een lekkere schop in je rug. Het is vooral van die lange halen, lekker veel toeren maken, helemaal doortrekken tot aan een toerenbegrenzer. Dan krijg je pas mee van, ah, het is toch wel een vlotte auto. En dan zeg ik al vlot, hè, zeg ik niet eens snel. Vanaf €64.000 ongeveer. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je de handbak of de PDK-bak kiest. Want PDK, iets zuiniger, minder CO2-tax. Nou, ik kreeg alleen een exemplaar mee en ik pak hier even de specificatielijst. Totaalprijs bijna een ton. Er zit dus ook gewoon voor 50% bovenop de kale prijs aan de opties op. En denk je, nou, dan moeten wel een heleboel bijzondere dingen zijn. Ja, eigenlijk valt dat dan wel weer een beetje mee. Het Sport Chrono pakket plus, dan heb je een hier. Slaat nergens op. Bestel dan gewoon die Boxster S. En als je daar dan nog eens wel een beetje aankleedt, dan nog steeds zou ik niet alles aanvinken. Want het is wel gewoon een beetje belachelijk. De vloermat bijvoorbeeld, moet je ook los erbij kopen. Come on, doe normaal. Regensensor, ja, optie. Cruise control zit er gewoon niet op voor €94.000. En we hebben tegenwoordig een paar trajectcontroles. En het is gewoon niet tof zonder je cruise control. Zal ik weer wat positief zeggen? Misschien wel leuk, hè? Anders dan zitten ze nu in Leusden met tranen, dikke tranen achter hun beeldscherm. Oh nee, hij fikt het helemaal af. Uiterlijk, ja, de eerste generatie vond ik niet zo heel mooi. Ik denk bijna niemand echt heel mooi. De tweede generatie al een stuk beter. Deze is gewoon wel een gaaf ding. Ik vind het wel mooi. Dak elektrisch bediend in 9 seconden open en dicht. Kan ook rijden tot 50 km per uur. Maar kan ook met de afstandsbediening snuiven. Het knopje ingedrukt. Doet natuurlijk erg goed voor het terras. Ja, en het rijdt gewoon wel goed. Het is wat dat betreft wel echt een Porsche. Het voelt ook wel lekker premium aan. Dus ja, dan snap je toch wel weer een gedeelte van die aanschafprijs. Het is alleen gewoon niet zo'n auto waar ik heel erg wild van word. Het zou het misschien wel moeten worden, hoor. Want ja, qua onderstel en balans, ja, misschien wel beter dan de 911. Maar dan moet er eigenlijk ook gewoon 150 pk bij. Concurrentie. Nou ja, denk aan BMW Z4, de Audi TT, natuurlijk ook een beetje kappersmobiel. Ja, of een Nissan 370Z. Maar ja, dan rij je in een Nissan en niet in een Porsche. En het is toch alweer een paar keer met deze auto overkomen dat er iemand naar haar toe komt. En op een gegeven moment ook een vader met een zoon van, joh, kijk, dit wil papa later. Dus als jij veel geld gaat verdienen, Porsche. Het straalt wel iets uit. Nu alleen nog wat extra pk's. En een iets vriendelijkere prijskaartje.